Vandaag speel ik weer Minecraft Survival. Ik heb heel veel gedaan de afgelopen tijd. Waaronder de basismarkt gebruikt, een pad gemaakt. Of weet ik dat ook niet. Nee, dat heb ik niet in de vorige aflevering gedaan. Toen ging ik met Robert een gedeelte van het pad maken. In deze aflevering heb ik heel veel gedaan. Heb ik echt gewoon meer dan, weet niet, 100 minuten aan video capaciteit. Maar dat heb ik allemaal versneld. Dus jullie hoeven dat niet te zien. Ik denk dat jullie dat ook niet willen zien. 100 minuten. Ja, meer zelfs. Maar het gaat het nu even niet om. Ik heb dus heel veel werk verricht. Ik heb paden gemaakt. Even kort uitgelegd. Ik heb paden gemaakt. Ik heb verlichting in de paden gemaakt. En ik heb een soort van uiteindelijk nieuw design aan de muren gegeven. Want dat vond ik zelf mooier. Maar ik ben nu onderweg naar een packed ice biome. Want die had ik laatste keer gevonden. Hele tijd geleden eigenlijk. En ik dacht, vandaag ga ik weer een keer naartoe. Maar wat ik toen had, ik weet niet waarom, maar ik weet niet hoe het werkt precies of zo. Maar ik kan niet snel hakken met mijn pickaxe door dat ijs. Ik weet niet hoe dat komt, want het hoort wel te werken. Want als ik gewoon normaal ijs, dat hak ik wel snel, als het goed is. Maar ik snap niet hoe het werkt. Precies, dus daarom vraag ik het ook aan jullie in de reacties. Kijk of het werkt, want het hoort gewoon te werken met de pickaxe. Ik heb het zelf ook gewoon, maar blijkbaar op deze server niet echt van 1.7 of... Ik heb geen enkel idee. Wij gaan er nu even naartoe. Dat duurt helaas wel even. Maar ja, dat is een beetje het probleem. Dus ik kan de hele weg versnellen. En dus ik denk dat ik dat nu ga doen. Dus dan zie ik jullie wel als ik daar ben, soort van. Ja? Oké. Mooi. Zombies. Eén zombie. En ook hoe goede gear je ook hebt, je bent gewoon bijna dood. Oh my god. Let's go. Oh my god. Let's go. Waarom zijn ze weg? Mooi. Ik weet niet waarom, maar dat hebben we meestal. Als we dan liever, dan laden deze chunks of zo niet meer. Dus dan kunnen we hier gewoon rustig rond. Ik dacht heel even dat ik weer zo zag. Kijk, dit wil hij wel meteen kapot hakken. Ik heb trouwens heel tartje, daarom werkt dit. Krijg je hier ijs van. Maar zo dat andere soort glas, hoe heet dat? Packed ijs. Niet glasmoudig, wat is het nou? Dat wil hij dan niet ineens kapot hakken in één keer. Dat vind ik wel jammer. Maar toch, het is wel chill dit hoor. Gewoon even normaal ijs ook chill. We kunnen ook nog leuke dingetjes mee. Zo. Neem het toch even mee. Dat kan ik gaan doen. Ik ga een ijsje opmaken of zo. Dat zou ook wel leuk zijn. Even kijken. En weer duiken. Komen eraan. Stom water, hou ons niet tegen. Yeah. Jee. En ik blijf bij die kar, dus ik loop meteen door. Want. Oh my god. Ik denk dat we bijna zijn, want we zijn in een snowbiome. En bij een snowbiome was het uiteindelijk van links, dacht ik of zo. Ik dacht tenminste. We zijn een zombie. Oké. Maar ik dacht tenminste dat hier rechts was. Zie je zo meteen even een correctoren. En dan zo meteen naar links, dacht ik. Dan zie je zo meteen ook hier ergens ijs wat ik normaal heb weggehakt of zo. Misschien moet ik even mijn renders wat ook zetten, want het is dan best wel laag. Maar gaat het niet om, hè? Dan gaat het nu even niet om. Eerst gaan we het zoeken. Hier ijs. Ik dacht dat het hier was. Kijk, hier is het hier. Oh nee, het zie je niet meer, want ik had het net geschreven. Bijvoorbeeld, kerstboom. Ja, blauw. Maar, een berichtje. Ik ben zo terug. En daar ben ik weer.
Oké, maar waar ik dus over had, ik denk dat het hier ergens is, want ja, dit is natuurlijk in de snowbiome. Maar het is in de buurt van de snowbiome. Want ik zat eerst in de snowbiome, dacht ik, jee, snowbiome. Nou, niet echt van de snowbiome. Toen liep ik misschien, ik denk dat het nog wel veel verder is naar voren. Ja, zo. Ik dacht, oh my god, dit spel krijgt nog een keer een hartverzakking. Oké, dat ervoor je ook weer niet, maar het laat me soms wel echt kaart schrikken hoor. Goed, is Minecraft, ja, ik wil zeggen Minecraft is voor 3 jaar ouder. Nee hoor, eigenlijk is Minecraft gewoon voor 12 jaar ouder. Eigenlijk wel, ja. Oké, maar waar was ik nou gebleven? Het was echt heel ver door toen ik in de snowbiome was en toen zag ik het ineens eindelijk. Oké, weg bij deze krotzak, komen er weer monsters. Ik wil niet deel 2 hebben. Oh my god. Ik heb gewoon nare ervaringen met grotten. Ik hou er trauma aan over, joh. Zo mag ik niet verbazen. Wordt het nou weer nacht? Het wordt toch weer bijna weer nacht. Oh my god. Ik kan het nou echt niet tegen, hoor. Anders ga ik even... ik kan slechts dubbel back doen. Ja, een beetje. Ja, maakt niet uit. Maar dan ga ik gewoon in mijn bed slapen. Kom ik slechts back weer terug. Geen jouw plan. Dan zeg ik het zelf. Toch? Moeten we even nog even wachten. We moeten eerst wel komen, hè? Oké, ik doe het wel nu gewoon, want het begint nu echt donker te worden. Pek, dat was hem. Zo. Nou, eerst even lekker slapen, hoor. Oh. We zijn toch alleen op de server, dus dan kan het. Oké, en we gaan weer terug. En we gaan even wat eten. Ja, ik zit erover na te denken voor uiteindelijk wel dat weg te halen. Want kijk, dan kan je dit soort dingen doen. Dus een beetje cheating. Beetje heel erg, ja. Daar ben ik mee eens. Dus ja, ik denk dat ik het wel, dat wel een beetje weghalen. Voordat je kan teleporten in je set home. En ja, het is best wel vervelend eigenlijk. Maar het is ook best wel chill. Maar het is niet echt legit survival zoals ik het zelf wou. Dus... ik denk dat het binnenkort wel weggaat en ik weet al wanneer. Op een heel goed moment. Want we gaan er genoeg gewoon mee afmaken. Dan, ja. Zo, dit duurt zo erg lang. Ik wist echt niet dat het zo ver was. Ik ben er natuurlijk al in geweest, maar... voor mijn gevoel duurde het toen korter, want... toen ben ik erheen geweest met een boot en met een boot. Dat is gewoon net zo hetzelfde als nu, dus ik snap het niet. Waarom nu ineens zo lang duurt of ligt gewoon aan mijn gevoel. Ik heb geen enkel idee, maar in ieder geval, ik haat monsters. Laat me met rust, mooie cave hier. Ik wil er nu niet verliefd mee cave knuffelen, wou ik zeggen. Maar ja, ik wil nooit met een cave knuffelen. Waarom zou ik met een cave willen knuffelen? Eerst even eten. Ik zit echt... op de loer van grotten hoor, niet dat ik er graag in wil, maar juist ervoor ze te voorkomen. Oké, niks zegt heel dreigend. Het is nog verder dan nee toch? Jawel. Zou kunnen, ik ga even naar die kant kijken. Ik ben er echt niet lang niet meer geweest hoor, misschien weet ik ook niet meer waar het is. Oh ja, een zombie. Nee, ik denk dat het nog verder is dan. Hé, Ruin. Is dat een Mushroom Island of... please, zeg maar dat het Mushroom Island is. Please. Die is zo fucking zeldzaam. Waar is mijn boot? Please. Ik doe mijn ogen dicht. Ik dacht die 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Het is er één! We beginnen op zoek naar een pack thuis, vind ik. Niet eens een schep hiervoor. Ik heb er nog nooit een legit gevonden. Hier ben ik echt super blij mee.
hier ga ik de coördinaten van opschrijven. Dit is mijn eigen eilandje waar ik ga. Waar ik dingen ga doen. Ah, ja, en met zo'n koers. Ik ga meteen heen, joh. Oh mijn god. Ik ben niet zo echt. Ja, pack thuis, dat is ook chill hoor, maar dit is ook super chill. Een vraagje, kan je op, kan er op Mycelium monsters spawnen? Ik weet niet, waarom komen er eigenlijk allemaal derde dingetjes vanaf? Ik kan nog geen monsters spawnen als het goed is. Dus daar zit ik wel goed in, maar ze zeggen ook dat, ja, ik vraag me af, ja, ik vermoord er een paar van je, krijg ik even paddenstoelen. Eigenlijk is dit gewoon Palestoe Island. Zo moet het eigenlijk heten. Oh, wacht, het heet natuurlijk ook Mushroom Island. Laat maar. Even kijken hoor. Jullie worden mijn persoonlijke bedrijf. Ik heb nog helemaal geen paddenstoeltjes van jullie gekregen. Geef mij even paddenstoelen. Maar hou jullie, die krijgen toch. Voor mij krijg je wel Mushroom stoel van hun. Wat chill. Om weinig eten. Gewoon als je die in een hokje opzet en dan gewoon of altijd een dingetje bij je hebt, heb je gewoon onwaardig eten. Dat betekent dat ik nu gewoon met mijn pickaxe moet hakken of met mijn bel. Ik doe gewoon met mijn bel. Met erom. Maar dat is best wel jammer dat ik geen zilteratje pickaxe heb. En dan kan ik dit niet super makkelijk meekrijgen. Oh ja, natuurlijk, een zilteratje. Nee, ik ga neem het gewoon mee. Ik weet niet waarom. Nee. Je gaat echt super snel je inventaris van vol zitten. Ik weet niet ook wat je ermee hebt, maar kijk, het stekt ook niet of zo. Het is zo. Het is het vervelendste wat er is gewoon. Je kan het niet stekken. Je kan het niet stekken. Je hebt gewoon enorm veel daarvan in je inventaris. En je kan het niet stekken. Kom terug. Zijn jullie snel? Huh? Hij dorst me. Wat? Kom hier. Oh my god. Die koe was met het slim af. Oh. Oké, okay, ik heb een paar wat mycelium. Ik neem even nog wat meer mee, want ik wil er wel een mooi iets van maken of verkopen. Want het is wel relatief zeldzaam hoor. Best wel. Dus dan neem ik eigenlijk heel wat van mee. Of tenminste, neem ik super veel gewoon dit kleine bergje. En dan ga ik het verkopen voor 32 mycelium voor 3 diamonds misschien. Ik weet niet, zoiets. Dat is wat chill, lijkt mij hoor. Oké, okay, de surf vlakt heel even. Ik krijg even geen blokjes, maar oké. Okay. Oh my god. Serieus, ik heb nog nooit legit of zelfs met cheaten gewoon echt flyen dan Game Mode 1 heb ik nog wel eens geprobeerd. Gewoon singleplayer wereld gemaakt. En dan gaf ik mezelf Game Mode en dan ging ik gewoon op zoek hiernaar. Gewoon omdat ik er zelf nog nooit in gevonden had. En nu heb ik gewoon legit in gevonden. Daar ben ik echt zo blij mee. Maar ja, omdat ik toen klein was en... Nou, kleiner. Ik ben nog een kind natuurlijk. Maar daar gaat het nu even niet over. Kom. Maar toen, wat had ik toen? Toen gaf ik het ook heel snel op. Dan ging ik gewoon even 5 minuten vliegen of zo. Wat? Oh ja, die spannen wel natuurlijk daar zo ertussenin. Maar dat is niet de bedoeling. Ga eens weg jij. Jawel. Goed zo. Misschien spannen jullie ook wel monster, weet je. Zo cool, je laat me schrikken. Ik dacht heel even dat je een baby zombie was. Zo, nemen wij nog een beetje mee hoor. Misschien gaan mensen het ook wel gebruiken, het lijkt me wel grappig. Ik weet niet, wat kan je er eigenlijk mee? Wat kan je met mycelium? Hoe spreek je het eigenlijk uit? Mycelium, denk ik. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Maar ik denk dat wij al voorbij de ice picks bij hem zijn gegaan. Want hier was ik de vorige keer niet. Ik denk dat we er voorbij zijn gegaan, ja. Dat is wel echt ongelooflijk. Dat we er gewoon voorbij zijn gegaan. Hoe kan dat nou gebeuren? Hoe kunnen we er voorbij zijn gegaan? Ik denk dat het toch in die snow bij hem was. Een beetje terug. En ja, ik ga zo meteen nog wel een keer kijken. Maar eerst neem ik dit even mee hoor. Zo. Ik kan er wel wat van gebruiken. Heel wat eigenlijk. Waar heb ik nu 2 stacks ongeveer? Ik vind het echt jammer dat ik geen schep heb hoor. Want anders gaat het gewoon tik 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 tik. Ja, ik heb wel een schep, maar niet met Seal Touch. Waarom heb ik Fortune op mijn schep?
En ik heb hem niet bij me. Dus ook al had ik het dan nog steeds. Ik kan er nog steeds niet mee, want ik heb hem niet bij me. Dus ja, daar baal ik van. Wat was jullie dag eigenlijk? Ik heb nu best wel wat gedaan. Ik heb mijn selenium gevonden. Ik heb heel hard aan mijn basis gewerkt. En nu we toch ook mijn basis hebben. Ik ga hem tussen dit hakken en dan laat ik nu even zien hoe ik aan mijn basis heb gewerkt. Nou, tot dan.
hopelijk was de clipje leuk. Ik ben nog eens weer teruggekeerd naar de basis. Want het is gewoon heel moeilijk. Nou, ik ga nu even laten zien wat ik toen heb gedaan. Want ik weet niet of jullie dat al hebben gezien. Ja, jullie hebben het toen zo wel gezien. Want ik heb het net laten zien in dat clipje. Oeps, ik gooi er bijna net iets om. Maar dit is wat we nog een keer laten zien. Ik heb deze paarden gemaakt. Die heb ik, nou, een tijd geleden gemaakt. Nou, ik kom even niet meer uit mijn woorden, sorry. Ik heb deze paarden toegemaakt voor jullie. Met een verlichting erin. Daarna heb ik van... Ik ga zo... Ja, dat doe ik ook voor. Ik ben niet waarom, maar ik doe het wel. Ik heb deze... Even kijken. Eergisteren gemaakt, deze, bij al deze paarden. Of nee. Jawel, dat heb ik nog dezelfde dag gedaan toen. Dus... Oké. Die paarden heb ik voor mijn zaterdag gemaakt. De verlichting... Oeh, zondag. En maandag... Ja, die ook... vallen erin. Maandag. Deze. Dus dan heb ik gewoon uit 3 dagen dit helemaal gemaakt. Ja, ik ga niet de hele dag dat doen hoor. Dat dan ook weer niet. Maar ja, het kostte wel heel veel tijd. En ik wil dit nog helemaal afmaken voordat het echt mooier uitziet. Maar er staat nog een gedeelte. Dus ja. En ik denk dat dit wel genoeg is voor deze aflevering van Minecraft Survival. Ik heb niet, ja, niet super gedaan van vandaag echt. Op zich wel, want ik heb vandaag dat allemaal gemaakt. Maar... niet echt veel gekletst zo. Het is vooral, denk ik, het heel veel muziek of zo. En dan ben ik weer op reis. Dus. Ik hoor zo mee. Dus ik weet niet of hoe lang deze aflevering is. Maar ik heb niet echt meer om te vertellen. Ik heb niet echt meer om te doen. Dus ja, ik kan dat nog verder maken. Maar. Ja, het is ook een beetje laat in de avond. En ik dacht van ja, ik moet toch even snel dit even video afronden. Voor morgen. Want ik weet niet of ik morgen nog kan opnemen. En ja. Dus dan komt hij online. Dus ik, theoretisch kan ik nog een stukje morgen opnemen. Maar ik ga het nu even snel knippen en bewerken. Zodat ik het theoretisch gewoon morgen snel up kan laden. Ik klets te veel. Ik moet gewoon de video afsluiten. Later.